Hinter den Sternen und dem Mond. Jenseits von Raum und Zeit. Dort in der Unendlichkeit. Da ruht die Stille vollkommen für sie. Open mijn ogen en toon me het licht. Ik leef in het duister, geen spoor van zon of maan. Open mijn hart en toon me de weg. Er is een wereld te helen. Een wereld te helen. Een wereld te helen. Zacht en doorzichtig weven we de wereld met ons nieuwe zijn, een nieuwe wereld. Vederlicht ordent en bundelt de natuur al haar krachten. Wat lukraak lijkt, past tot in de perfectie. Volmaakt elk detail, volmaakt. Zo scheppen wij dit nieuwe leven. Worden nieuw in elke ontmoeting met elkaar. Ja, vandaag is de workshop Mythosophie in Stevensweert, in dit prachtige kerkje. Zeer inspirerende omgeving. Wat is de wijsheid die in verhalen besloten ligt en wat kun je ermee voor je eigen leven? Dat is de vraag, dat is de grote mythosofische vraag. Ik lees dit verhaal over Oedipus of over Amor en Psyche of over Hans en Grietje. En wat zegt het mij over mijn leven? Waar sta ik in dit verhaal? Ja, daar zijn zoveel verhalen, ook uit andere culturen, zoals het Perzische verhaal, de kleur zwart. Maar ook bijvoorbeeld Mitsu en de snorharen van de witte tijger, een verhaal uit Japan. Alibaba en de 40 rovers komt eigenlijk uit de 1001-nacht. Al die culturen hebben verhalen, schatten voortgebracht, waaruit je kunt putten voor je eigen leven. Voor een beter begrip van je eigen ziel.
zien met de ogen van God is door vele mystieke denkers in het verleden ook genoemd. Ik heb een quote van Meister Eckhart in het boek gezet en die zal ik kort in het Nederlands even weergeven nu. Het oog van God en mijn oog zijn hetzelfde. Wij zien dus door hetzelfde oog de buitenwereld. Beide ogen zijn één en wij kijken door dat oog eigenlijk met liefde naar de wereld. Ik kan me voorstellen dat mensen het een hele rare titel vinden, zien met de ogen van God. Maar ik zal vertellen waarom ik die titel gebruikt heb. Er zijn eigenlijk twee redenen voor. De eerste reden is dat als wij normaal iets waarnemen, iets zien of iets horen, dat we er meteen een associatie aan verbinden. Dat we meteen wat we waarnemen linken aan iets wat we eerder hebben meegemaakt. En je zou kunnen zeggen dat dat geen zuivere waarneming is, omdat het gekoppeld is aan iets wat we eerder hebben meegemaakt. De tweede reden is eigenlijk nog veel belangrijker. Dat is namelijk dat als je gaat kijken wie het is die waarneemt, en dan moet je in jezelf gaan kijken, dan zul je ontdekken dat alles wat je ziet, alles wat je daarover denkt en de gevoelens die je daarbij hebt, dat je daar op een afstand naar kunt kijken. Dus eigenlijk kom je dan vrij snel tot de conclusie dat je het niet zelf bent die die waarneming doet, maar dat het op een afstand gebeurt. Je kan er als het ware los van jezelf naar kijken. En dat is de tweede reden dat ik zien met de ogen van God heb gebruikt. Want als je dit voor iedereen doet en je past dezelfde redenering toe, dan kom je er snel achter dat we waarnemen vanuit het kosmische bewustzijn. En daar zou je de naam van God aan kunnen toekennen. When the thank you.